Ik ben Silvia Delgado Labarriaga en ik doe onderzoek in een computer die kunnen gebruikt worden voor biomedisch onderzoek. Heel grote computers of veel netwerken. Dus die film laat zien wat eigenlijk een arts meestal krijgt. Dat is een reconstructie van dat je met een CT-scan van een been. En daaruit moet je halen dat een bot gebroken is. En dat is veel makkelijker als je dat in 3D kan zien. En dan als je de volgende film laat zien, dan kan je zien wat eigenlijk de doel. Kan je zien daar die onderste bot gebroken, flink gebroken is. Maar dat is heel moeilijk om van die beelden, van die zwart-witte beelden te komen naar hier naartoe. Dat heb ik eigenlijk met de hand gedaan, mijn eigen data. Ja. Maar met de automatisch, wat je wil is dat een arts met een knoop zegt, nou en dan laat me zien alsjeblieft de beelden in 3D. En dat is nog steeds, dat eist heel veel onderzoek om daar eigenlijk systemen voor te bouwen. Ja. We moeten eigenlijk simuleren hoe een mens ziet. En dan hebben we heel veel, een heel groot gedeelte van onze hersens gaat over zien. Dus om dat te reproduceren blijft nog steeds heel moeilijk. En dat eist inderdaad heel complexe programma's. En die programma's dan eisen heel veel rekencapaciteit. Niet alleen om het eind op de dag van bijvoorbeeld bij de arts, maar ook daarvoor qua onderzoektraject, dat je moet dit uitzoeken en dat uitzoeken. Daar eist gewoon heel veel, ook heel veel data en ook heel veel rekencapaciteit. En dat hebben ze tegenwoordig mensen nog steeds moeite mee. Met die laptops, die worden elke keer beter, maar zijn nog niet voldoende. Wat daarbij komt, is het moet altijd makkelijker te gebruiken zijn. Want wij zien het, die mensen worden nog steeds belemmerd door de ingewikkeldheid van de hele computers. Sommige interfaces, iedereen is nu gewend aan heel eenvoudig apps. En 1 klik, 2 kliks, dan heb je alles. En dat is lang niet, dus daar werken we naartoe. Ja. Want dat merk je. Want wie zijn dat dan? De chirurgen, de specialisten, et cetera, die het te ingewikkeld vinden? Wie vinden het nu te ingewikkeld? Die biomedische wetenschappers zijn meestal psychiaters of psychologen of artsen. Die willen een meting op de hersens doen. En die mensen hebben... ik denk dat nu... We kunnen niet zeggen dat ze geen technische achtergrond hebben, want iedereen gebruikt tegenwoordig een computer. Ja. Maar het blijft inderdaad dat ze niet willen weten. Dit is bijvoorbeeld in Groningen gerekend. Dat wil niemand weten, want dat is totaal niet belangrijk voor de metingen dat je wil doen op de hersens. En dat is juist wat we proberen te doen. Elke keer... Te scheiden en met... Wij hebben nu een heel net interface dat maar inderdaad met een paar kliks kan. Ja. Dus dat wel, maar dan elke keer dat je klaar mee bent, ik denk, maar dat moet ook nog op een iPad of op een tablet interface passen. Want je hebt een groot scherm voor nodig. Ja, dan begin je opnieuw de ontwikkeling om... Ja. Science is een naam die gegeven was in 2000 ongeveer, om te benoemen dat je heel veel geadvanceerd information technology gebruikt voor onderzoek. En dat doen we dus voor biomedische onderzoek. Dat betekent in feite dat je heel veel computers of heel ingewikkeld programma's gebruikt of heel veel data hebt. Dat is nu eigenlijk een term die heet big data. Die wordt elke keer meer bekend. Dus het eist heel veel nieuwe computers. Het moet grote computers, veel groter dan wij in het verleden hebben ter beschikking gehad voor de onderzoekers zelf. Want natuurlijk, die computers bestaan altijd. We hebben bij Sarsar is het was Sarah, dat was iets anders daarvoor. Maar het is, die grote computers zijn er. Maar ze zijn niet uitgebreid gebruikt voor iedereen. En nu wordt het een beetje drang dat veel meer mensen hebben behoefte om zo'n grote capaciteit. Dus het wordt bedacht, hoe moet je dat instellen allemaal? En vooral in Nederland zitten heel grote organisatorisch en ook... de politiek en maatschappij probeert dit te organiseren.
Oké, dus die filmpje heb ik dus gemaakt met die software die heet Videoscribe. Dat is een software die doet dit alles automatisch. Dus een beetje over de programma's te praten. En die film laat zien dat wat zijn de componenten die belangrijk zijn. Dus je hebt een wetenschapper en die gaat data verzamelen. En die data, ja, ik heb hier vier hersens getekend, maar eigenlijk zijn heel veel meer. En die wetenschapper dan gaat dit berekenen op één computer meestal. En, mm-hmm. en dan inderdaad, als je het inderdaad op één computer alleen doet, of je, dat duurt heel erg lang. En het kan bijvoorbeeld 600 dagen duren. Dat doe je eigenlijk absoluut niet. Maar tegelijkertijd, wat we hebben in Nederland, is iets die grid heet. Dat hebben we eigenlijk in meerdere plekken in Europa. En wat een grid voor staat, is puur een netwerk van computers dat je kan op afstand gebruik van maken. En die blijft een beetje moeilijk te gebruiken door de neurowetenschapper. En daarvoor hebben we dus iets die heet Gateway gebouwd. Dat is een webportal. En daar op die webportal dan zet je de data van de verschillende hersens. En dan die hersens worden dan tegelijkertijd berekend op verschillende plekken in Nederland. En dan is het sneller. Er is heel veel bekend al, maar het zit verspreid. Het zit in verschillende hoofden, verschillende systemen. Dus ik denk dat nu de uitdaging is inderdaad integratie en samenwerking met die data. En dat is dus wat nu heel veel bedrijven zitten daarop. Dus het heet Big Data Challenges. En dat zijn dus oplossingen voor bedacht. Maar ik denk dat niet alleen biomedische wetenschappen, maar ook financiële bijvoorbeeld, zijn ze heel benieuwd naar, zie ik hier een trend of niet? Voor defensie. Dat heb je ook heel veel behoefte aan informatie halen uit data. Dat is de grote uitdaging. Alles kan. Ja. Computer kan doen alles, maar we kunnen dat nog niet. Nee. Dus ik zou het wel een fundamenteel bijdrage kunnen hebben die iets langer blijft dan die hype of the moment. Dat is een beetje. Dus nu is big data, dus ik richt me compleet op en ik ga daarvoor. Maar ik wil dat, ja, wat blijft aan het eind van de dag, ja. dat wil ik. Dus als in 10 jaar iemand nog weet wat ik heb gedaan, dan vind ik leuk. Ja.